120 kilo. Bedankt. 95 kilo. Ja, Milton. Willy, kom op. Doorgaan. Als Milton er staat, dan schoppen wij heel hard. Ik krijg een beetje blauw. Gerard weet waar zijn lever zit en scheidsrechter Henk Verschuur geeft aanwijzingen. En dit kwalitatief hoog aangeschreven kickboksgala kent een zwaargewichtig begin. 25 kilogram verschil tussen beide gladiatoren. Rechts Milton Velter van sportschool Vos. Links Willy Martina, die verwoestend uithaalt met een rechtse hoek. Milton moet op de knietjes. 120 kilogram gezelligheid. Hij kijkt een beetje verbaasd. Willy Martina, 96 kilogram van sportschool Mengho uit Rotterdam. Begint goed. Eerste ronde. Wordt gevochten volgens de Muay Thai regels. Trainer Jan Vos van Milton Velter. Je ziet een hele donkere bui hangen en geeft Velter ook zijn wijziging dat hij ook een beetje aan zijn dekking moet denken. Een low kick van Milton Velter. En even enthousiast zet hij een tweede low kick in, maar hij belandt zelf op zijn rug. Opnieuw komt hij goed door met een low kick, maar de tweede heeft hetzelfde resultaat als de eerste poging. Hij gaat weer achterover gestrekt. Nog steeds die eerste ronde. Mastodont. En nu scoort hij goed. En gelukkig nu niet, want anders was er weinig overgebleven van die arme Willy Martina. En hij krijgt een waarschuwing van scheidsrechter Henk Verschuur dat hij dat absoluut niet moet herhalen. Want dat kost het niet alleen Willy Martina, maar ook hem de kop. De low kicks van Velter blijven goed doorkomen. De vijf ronden van 3 minuten Muay Thai, knieën toegestaan, clinchen ook. Maar niemand in de zaal gelooft dat het zover zal komen. Ruim 3000 toeschouwers. Het einde van die eerste ronde. Het is de rechtse van Martina, terwijl de linkse van Velter mist. En Velter in de problemen. Maar dat zou hij ruimschoots goed maken in het verloop van het gevecht. Al is dit niet zo fraai van Milton Velter. 2 ronden verstreken inmiddels en meer ronden zouden ook niet komen. Blessure van Willy Martina aan de duim. En winnaar door opgave Milton Velter.